Ze vallen, die doen in de quattro een bijzonder goede startgenoten. Nou, zeer optioneel, je mag aan de bak. En tegen Wim van der Mest van Eluna die quattro is dat niet eenvoudig. Nee, maar hij komt dan wel een stap dichterbij. En dat was ook wat te verwachten. Zeer optioneel, komt nog een laatste zit in die linkerbaan op weg naar Eluna die quattro. Daar komt Jaap van Rijn aan. Hij gaat er misschien nog wel even bij. Dat zou een sensatie zijn. Een gigantische achterstand. Maakt die goed. En hij is goed. De gelijkmaker. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, 8. De start is gevallen in Luna Di Quattro. Ja, die is goed weggekomen. Galopade voor Zero Option Link. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Een hele goede start voor Sammy J. En die gaat proberen uit de hoeken van prikken te blijven. En zo komen dan de eerste meters door. Alsjeblieft niet flitsen, dames en heren. Niet flitsen. Paar komen langs het middenstek. Ja, geweldig erin. Maar dan komt hij dan toch weer die prik in de linkerbaan. En dan in de nummerlijst totaal geen zorgen te maken. Zonder enige aansporing vliegt hij hier over Sammy J heen in de linkerbaan. En rijdt ter zege. Prikken maakt weer eens een super indruk en scoort de winnende. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. En hij was toen weg hoor. Maar dat die pechpultrans daar, die komt erop. En de misschien al over te voor het middenstek. Nou, laten we niet vroeg die conclusie trekken. Want Timmy Hardy heeft niet zomaar geklopt. Dat klopt wel zeggen, wel een lichte voorsprong. Maar Timmy Hardy zet toch nog één keer de tanden op elkaar. Lijkt dichterbij te komen. Black Pearl en Timmy in een geweldige tweestrijd. En het wordt toch Black Pearl Transcend in de dichterbaan. Kunnen op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Start is gevallen in Luna Di Quattro. Het snelste weg. En het startchamp ter plekke in achtervolging. Die maakt een galopade. En dat heft de weg voor Wim van der Mest voor het Luna Di Quattro. 1, 2, 3, 8. Start gevallen. Hele mooie start voor Zenito en over. En die gaat mogelijk die situatie er even goed uitbuiten om de voorsprong te nemen en te bouwen. Ja, maar de ene dubbel lijkt nog niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Komt er wel een stap dichterbij. Het zou wel zonde zijn als deze niet voorlopig ging voor Prikken. Prikken komt nu heel hard aangelopen, komt daarnaast en er misschien nog wel overheen. Had nog een extra jump op die laatste meters. Maar haalt hij het of niet? Ik denk het wel, het is Prikken nu in de linkerbaan. Start is gevallen, Moneymaker is heel goed weggegaan. Hij heeft de voorsprong op Casanova. En nu zal Casanova toch op zijn tanden moeten rijden om er nog bij te komen. Dat lijkt in eerste aanleg niet te gaan, maar nu komt hij er ineens aan. Casanova met heel grote stappen. Noodsignalen bij John de Leeuw. En Wim van der Mest komt nader en nader in die linkerbaan met zijn Casanova. Probeert het hard. Het blijft echt erbij proberen, want Moneymaker houdt stand. Start gevallen, dat is Eluna Di Quattro die leiding heeft met Dudo de Chacke en de achtervolging. Grote voorsprong voor Eluna Di Quattro. En dan moeten we eens kijken of Dudo de Chacke zich even wel sluiten kan vinden. Zou het dan eindelijk een keer mogen voor Willem Rutgers dit seizoen? En dan notabene toch op de korte baan die als hij zijn thuis korte baan wordt gezien. Al woont hij niet naar de baan om doen. Eluna Di Quattro gaat als een winnares, dat is een feit. En rekent hier heel gemakkelijk af. Dudo. 1, 2, 3, 8. Start is gevallen. Het is een hele grote voorsprong voor de ICR. Maar bij een normaal paard zeg je, het is onmogelijk. Maar Black Pearl Transair is geen normaal paard. Daar geldt een hele andere wet voor. Maar die zal toch nog wel alle zeilen bij moeten zetten van de ICR. Die start lekker door in de rechterlijn. Wat een goede voorsprong voor de laatste meters. Die zijn er altijd voor Black Pearl Transair. En dan komt die Black Pearl Transair in de linkerbaan. Erop en erop. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3. Start is gevallen, het is Easy Arrow met voorsprong, maar Black Pearl Transair die gaat de jacht openen. Easy Arrow heeft nog de voorsprong, maar Black Pearl Transair lijkt toch weer met elke stap dichterbij te komen, maar is er nog niet open. En laatste gaat dat het soms wel eens eventjes hapert. We gaan de laatste meters in, maar dat is volgens mij Easy Arrow. Easy Arrow met de voorsprong en die maakt heel makkelijk gelijk. Zorgen voor Black Pearl. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. En daar is die Easy Arrow heel snel weg. En nu moet Black Pearl Transair in de achtervolging op die Easy Arrow van Black Pearl Transair. Kom Black Pearl! Kom Black Pearl! Kom Black Pearl! Kom Black Pearl! Die lijkt gewoon als een winnaar te gaan. Tenzij Black Pearl nog één keer komt. Maar volgens mij is het die Easy Arrow in de rechterbaan die stand houdt. Easy Arrow zorgt voor een dijk van een verrassing. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen. Maar Prikken die zit er al heel dicht op en Prikken die zal zeker proberen om hier nog een puntje bij te scoren. Ja, als jij zegt licht voordeel, maar we zijn er zorgen denk ik voor Moneymaker, maar Moneymaker probeert het hard niet.
op de kroppen. En gaat proberen uit de greep te blijven van Chocolate. Beide paarden nu vermoeid. We gaan de laatste meters in en het wordt in de rechterbaan prikken. Straks is de vallen met Iluna Di Quattro die met voorsprong vertrekt. Iluna Di Quattro probeert uit de weg te blijven van ICL voor alsnog Rupert Hilaar. Ja, ICL die komt wel wat dichterbij. Iluna Di Quattro heeft overal de voorsprong. ICL probeert het hard, maar blijft ons toch weer proberen. Het is Iluna Di Quattro in de rechterbaan. Die heeft nog een hele gezonde voorsprong. Tanesco heel waakzaam, maar hij weet precies wat hij doet. En dit is mooi hoor van Willem Rutte. Hij zit in de finale. 2015.